Oké, CrossFit Purmerend. Home workout woensdag 22 april. Gaan eventjes goed stretchen en opwarmen. We beginnen met anderhalve minuut links, anderhalve minuut rechts. Dragon stretch, daarna hetzelfde pigeon stretch. En daarna doen we een hip flow. Dus we gaan eerst anderhalve minuut dragon. Eén been voor, één been achter, knie op de grond. Dan mag je beide handen naast je voeten neerzetten. Je duwt je heupen naar de grond. Anderhalve minuut naar links, anderhalve minuut naar rechts. Daarna doen we hetzelfde, alleen dan met de pigeon stretch. Dus je knie gaat naar de grond. Als je het makkelijker wil maken, enkel een beetje naar je toe. Gaan we naar voren lopen. Heup naar de grond. Anderhalve minuut links, anderhalve minuut rechts. Daarna doen we hip flow. Dus je moet je benen breed neerzetten. Gaan we 2 minuten lang. Van links naar rechts. Van links naar rechts. 2 minuutjes. En dan gaan we door met opwarmen. Oké, we hebben lekker gestretched. We gaan 8 minuutjes opwarmen. We doen 2 rondjes van 4 minuten. 4 verschillende oefeningen. Eerste oefening in je squat stance. Anderhalve squats. Dus down up. Down up. Een minuut lang. Daarna een minuutje. High knees. Minuut 3. Beentjes naar achteren. Voorste knie blijft netjes boven je voorste enkel. Om en om. Minuut 4. Hakken billen. Tik elke keer met je hakken je billen aan. 2 rondjes, 8 minuutjes. Okay, we zijn goed opgewarmd. We gaan vandaag alleen maar Tabata workouts doen. 5 in totaal. Tussen elke Tabata workout heb je 2 minuten rust. Dus elke keer 8 rondjes, 20 seconden werk, 10 seconden rust. En na die 8 keer 2 minuten rust. Nummer 1, squat jumps. Squat positie, schouderbreedte. En probeer explosief eruit te komen en je helemaal te strekken. Dus je zakt explosief en meteen weer terug in je squat. 2 minuten rust, gaan we split lunges. Dus je begint staan, knie tikt de grond aan. 8 rondjes, 20 seconden. Daarna 2 minuten rust en dan gaan we naar de Nordic Reverse Curl. Zorg dat je je tenen op de vloer zet. Je begint recht, handen voor je borst. Je zakt zo ver mogelijk naar achter. En je trekt jezelf weer omhoog. Zo ver mogelijk naar achter. En omhoog. Okay, als je niet heel erg diep komt, is geen probleem. Met je squats. Als je niet kan springen, doe je gewone squats. Met je split lunges kan je dat ook niet. Geen probleem, doe je gewone lunges. Die Nordic Curl is tot hoever je komt. Daarna gaan we sumo to small stance. Als je er heel goed in bent, kan je springen. We beginnen small, ga naar de zijkant. Doe de sumo en dan een small. En de andere kant op. Ook 8 keer de laatste pistols. Dus dat betekent een squat op 1 been. Dus het andere been gaat naar voren. Je doet de squat. En omhoog. Wissel van kant. Probeer je knie zo stabiel mogelijk te houden. Is het te diep voor je? Pak er een stoel bij. Dan laat je jezelf op 1 been zakken tot je de stoel aanraakt. En omhoog. Oké? Okay? Heel veel succes. Wederom Zoom classes, 10 uur en 7 uur. Ik verwacht jullie allemaal daar. Doei!